Ja, sommige dingen kan ik gewoon niet volgen hoor. Nee, natuurlijk niet. Want nou heb je weer dus weer een heleboel actiegroepen en die zijn dan weer tegen die anderhalve meter. Ja, en dan zijn er dus helemaal aan de rechterkant van de politiek, die zitten ook allemaal te zaniken over die anderhalve meter. En daar gaan, dat kan ik dan gewoon echt niet volgen. Nee, daar snap ik nou helemaal niks van. Waarom zou je je nou zo druk maken over die anderhalve meter? Nou hebben we al maandenlang met elkaar zijn we hiermee bezig. En nou gaat het goed. En dan zou je dus nu op het eind, in de finale, zou je dan dat risico gaan nemen. Dat je toevallig toch weer een uitbraak krijgt. Ja, en waarom zou je dat? Waarom zou je dat nou doen? Denk nou even terug, maanden terug, naar waar we vandaan kwamen en waar we vandaan komen. Toen mocht er dus helemaal niks. Helemaal nada van nie, er mocht geen moer. Steden waren verlaten, we zaten gewoon binnen en we konden nergens heen. Alles was dicht en dat was het dan. Nou, en kijk nou wat we nu hebben dan. Kijk nou wat je allemaal al mag. Ik bedoel, na al die maanden. En we hebben alles gevolgd. Van de experts, zal ik maar zeggen. Al die dingen die ze ons hebben opgedragen, hebben we allemaal gedaan. En wat is dan de einduitslag? Bijna het virus verslagen. Ja, bijna het virus verslagen. Let op, bijna, hè. Want heb je gezien al wat er is gebeurd weer in Lissabon? Hé, 1 miljoen mensen kunnen weer terug het huis in. 2 weken lang. Hup, ga maar weer. Dus dat virus, dat duikt zomaar in Duitsland. Hup, dat virus, dat duikt zomaar. Hup, Korea, dat virus duikt zomaar op. Dat kan zomaar weer. Voep, ja. En dan gaan we in Nederland met z'n allen zitten zeuren over die anderhalve meter. Wat kun je dat nou schelen? Kijk nou even naar de vrijheden die je allemaal hebt. Wat denk je hier in Spanje? Hier hebben ze in Spanje, hebben ze nog steeds allerlei regels. En bedoelde ook wel wat meer vrijheden. Maar hier hebben ze nog bijvoorbeeld die mama. Dat is bijvoorbeeld een regel. En die staat voor distantia, dus hou afstand. Die ma, eerste ma, die staat voor mascaria. Dat betekent mondkapje voor. En die laatste ma, die staat voor manos. Dus handen wassen. Daar houdt de Spanjaard zich heel serieus aan. Buiten lopen ze allemaal nog met mondkapjes. Als ze naar de supermarkt moeten, is het eerst allemaal de handjes doen. Dan handschoenen aan, mondkapje voor. En dan pas gaan ze de supermarkt in. Ja, en je hoort hier niemand. Je hoort niemand klagen, want ook al lopen ze buiten. En er is niemand in de buurt. En het is hier warmer dan in Nederland. Neem dat maar van mij aan. Dan lopen ze toch met dat mondkapje voor. En niemand klaagt. En je hoort niemand. Maar in Nederland beginnen ze nu. Ze kunnen die anderhalve meter niet aan. Dus, ik bedoel, je hoeft alleen maar een mondkapje voor. Geloof ik, in het openbaar vervoer. En verder niks. Verder helemaal nergens. En die anderhalve meter, wat kun je dat nou schelen? Wat kun je dat nou bommen gewoon? Wat ik bedoel, dan hou je toch gewoon een beetje afstand en dat is het dan. En meer toch niet. En kijk wat je allemaal kan nu. Je wil overal heen, je mag naar het theater, je kan straks naar voetballen, je kan naar restaurants, je kan alles. En dan ga je zitten mekkeren over anderhalve meter. Hou op zeg. En stel je voor dat die experts straks nou ongelijk hebben. Over een paar maanden, dan blijkt die anderhalve meter was niet nodig. Dan nog, so what? Dan heb je een paar maanden lang, heb je voor niks even wat meer afstand gehouden. En dat is all. Dat is dan alles. Jongens, alsjeblieft. Hou gewoon vol en hou die anderhalve meter.